Ik moet je zeggen dat ik ergens hoop dat er meer aan de hand is dan alleen maar te laat binnenkomen en wat gedronken te hebben. Want als die op basis daarvan is weggestuurd, dat zou ik eigenlijk, nou daar heb ik heel veel moeite mee. Kijk, als die nou in dat hotel een deur heeft ingetrapt of de boel op stelte heeft gezet of in een knokpartijtje terecht is gekomen, dan zeg ik van nou, dan kan ik wel billijken dat iemand wordt weggestuurd. Maar als die als volwassen man, die de volgende dag niet hoefde te sporten, als die dan een paar biertjes gaat drinken omdat er toevallig familieleden en een vriendin daar ook aanwezig zijn en hij komt wat te laat terug en er is verder niks gebeurd. Nou, dat zou ik een heel slecht verhaal vinden. Dat zou je dan toch ook kunnen aanvechten, lijkt mij, toch? Nou, ja, maar dat is natuurlijk niet zo kort dag. Hij is terug in Nederland en hij had zaterdag op de turnmat moeten staan. Dus dat gaat nooit gebeuren. Nou, maar je hebt het wel over de Olympische Spelen. Hè? En als je dan iemand als een kleinkind naar huis stuurt, het is toch geen schoolreisje wat ze daar gedaan hebben. Van jongens, hou je allemaal keurig aan de regels. Volwassen man. Moet je ook zeggen dat ik het toch ook een beetje vind wringen dat hij nou voor een aantal biertjes, want daar moeten we dan maar van uitgaan, meer hebben we niet gehoord, wordt weggestuurd. Terwijl die hele teamleiding en al die bobo's die daar zitten, die zitten de hele avond en nacht in dat Holland Heinekenhuis. Dat is notabene de officiële sponsor van het hele gebeuren. Dat vind ik dan ook wel raar eigenlijk, dat wringt. Ik durf te wedden dat als iedereen eerlijk zijn vingers zou opsteken van, en jij weet dat beter dan ik, van elke Olympische sporter die daar geweest is, van joh, hebben jullie nou wel eens stiekem op de kamer en gedronken en stoute dingen gedaan? Nou, dan komen de verhalen enorm los.